Hoe's awesome en Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik even langs Bitcoin. Ik ga iets dieper in XRP en XLM, dus vind je dat leuk? Geef zeker een dikke like. En voor degenen die mij al een tijdje volgen, die weten dat mijn video's gesponsord worden door Coimers. Coimers is een hele fijne exchange, waar je makkelijk dus met Ideal een Bitcoin kan kopen. En zij hebben meer dan 200 coins, dus ook de coins die we bijna in elke video bespreken, kun je daar wel kopen of verkopen. Daarnaast hebben zij de hoogste earning van Europa, tot al 15% per jaar. Ze hebben steking, Je kan er experimenteren met bots. Je kan er, eh, naar een fysieke winkel gaan waar je gewoon Nederlands kan praten, of ook Engels natuurlijk. Kortom, een hele betrouwbare exchange ook. Okay, en fijn, fijn dat ze dit kanaal willen sponsoren, dus hartstikke bedankt daarvoor. Daarnaast zijn zij genomineerd voor Beste Crypto Broker van 2022. Daar kan je nog op stemmen tot 29 oktober. Vind je Coimers dus ook de beste? Ik er wel, want ze is de eerste sponsor die, ik, uh, die ons heeft gevonden. Dus dan kan ik de eerste negen punten wel op niet van toepassing zetten. En wie is de beste cryptobroker dan? Dat is natuurlijk Coimers. Doe je dat en sommigen hebben dat al gedaan. Uh, hartstikke bedankt daarvoor. Er staat een linkje van in de beschrijving. En daarnaast staat er ook een linkje om een account te maken bij Coimers. Maak je via dat linkje een account en stort je daar de eerste 100 euro op. Dan krijg je 10 euro van. CoinMers, de andere 10 euro wordt naar de Bulls en Beers-account gestort. Ik probeer dat op te sparen in leuke giveaways en leuke video's van te maken voor in het komende jaar. Dus hartstikke bedankt ervoor voor, voor degenen die er al mee bezig zijn, nogmaals, hartstikke bedankt. Laten we er gelijk induiken. Want ik begin meestal met Bitcoin. Ik deed en investeer zelf al vanaf 2013 in de crypto. En ik probeer dus al het goede te delen met jullie. Uh, zodat je zelf hopelijk niet te veel fouten maakt. Uh, iedereen maakt fouten en je blijft fouten maken. Ik maak ook nog steeds fouten. Dus dat maakt niet zoveel uit. Zolang je maar meer go goede trades of investeringen maakt, dan komt het allemaal goed. Uh, het is allemaal geen financieel advies. Het laatste stukje nog. Uh, want het is jouw plan. Het is jouw geld. En jij bent degene die op die knopjes drukt. Dus trek we er wel altijd een eigen plan. En ik laat meer mijn kijk erop voor zien. En ik hoop gewoon dat je er wat aan hebt. En dat je dus zelf gaat bouwen. Het heeft mij ook enorm geholpen. Dus ik weet ook zeker dat het anderen kan helpen. Uh, laten we beginnen met Bitcoin. Bitcoin zit er al maanden. Cybers. Ik begin ook nu denk ik ook wel maanden hetzelfde met bitcoin, dat bitcoin zijways aan het gaan is en dat het saai is met bitcoin. Maar daarentegen, als het saai is, het houdt wel zijn waarde op dat, op dat level. Het betekent niet veel goeds, want op zich op dat level springt er niet superveel geld in, waar we andere bounces hebben gezien, ook in het verleden, die groter waren dan nu. Maar dat komt gewoon omdat de hele wereld op, de, op zijn kop staat. De mensen denken wel aan andere dingen dan investeren. Met corona dacht iedereen aan investeren. En dan, daardoor had je ook die gekke runs en ook in de aandelenmarkten echt, uh, echt hype runs. Wat super gevaarlijk eigenlijk is voor een markt. Want hoe snel iets kan stijgen, het kan dan vaak nog sneller dalen. En dat, dat merken we nu ook. Nou ken ik crypto, dat we bijna elke keer wel een reset van de cycle krijgen, maar. Niet zozeer bij Bitcoin. We krijgen wel vaak een goede reset. We hebben wel een paar keer een reset van 84% gehad. We zitten hier op de 74%. Maar bij die alts, die springen duizenden procenten, soms tienduizenden procenten. En die worden vol gereset. En een reset is, betekent eigenlijk dat ze die hele move gewoon weer teruggeven. Waar, wat ik vaker ook over heb, let op square ups en probeer dat te leren. Ik hoop gewoon dat je er wat aan hebt. Ja, dus bij Bitcoin kan ik ook steeds kort zijn. We naderen wel echt die, die lijn. En dan moet ik, uh, ik zal even al die, de meeste gele lijnen weghalen. Want door deze zijn we gebroken. Hierin zaten we ook vanaf april 2022 in vast. En breken we er hieruit. Dus dit is een teken dat je op zich omhoog wil. Maar daarna, ik zal deze we weer dan weghalen. Kom je deze in deze terecht. En die zie je al vanaf november 2021. Daar lopen we nu doorheen tikken. Heel veel alts die beginnen er doorheen te kruipen. En sommigen maken al moves. Daardoor er valt echt wel wat te verdienen met de alts. Uh, maar Bitcoin blijft een beetje achter. Dit geeft heel veel kansen voor altcoins. Want als Bitcoin zo dramatisch blijft, dan kunnen sommige alt's gaan springen. En de meesten zullen gewoon blijven dalen, wat je merkt. Maar er springen er echt wel een paar omdat Bitcoin gewoon geen beweging maakt. Dus hou Bitcoin zeker in de gaten. Hou ook de dollarindex in de gaten. Ik zal morgen een video weer, een normale video met heel veel crypto. Ik probeer dan wel anders wel een beetje van A tot 6. zetten te gaan. En ik kom wel met wat leukere dingen de komende week. Dat even voor de komende week. Laten we even naar XRP gaan, waar ik ook wel wat dieper op in ging, wilde gaan. Dat was een aantal weken geleden, of een paar weken geleden, hadden we een mooie move. Daarna beginnen we een top te vinden, we geen high, high gemaakt en je begint er eentje. Nu ben je al een paar keer bij die 0,68 geweest. Dus je springt weg, je trekt die retracement toe, bij die 0,68 een reactie, maar het pierst het. En pierzen, voor degenen die we volgen, die weten dat dat vaak tekenen zijn, dat we lager kunnen gaan. Het kan zomaar een teken zijn, inderdaad, hier een teken. En alsnog groeien we weg. En dit kan ook een teken zijn, en dat we alsnog weggroeien. Misschien een kleine HR maken op dit gedeelte. Maar goed, voor mij zijn dit de tekenen dat we echt wel laag gaan. Ik zei ook in mijn vorige video met XRP: ik koop het liefst een beetje vanaf die 39 dollar en Want dan heb je gewoon iets meer fundament erachter. Want hier val je in één keer naar beneden, waardoor je dit level pierce. Maar daarna vind je hier support op. Daarna breek je dat. Maak je echt de bodem, de tijdelijke bodem hier. En daarna spring je een paar keer naar die lijn weer toe. Waar je hier dat support vond, begonnen hier weer resistance te worden. Dus hier hebben we dat structuur gemaakt, waardoor we hier wellicht wat support kunnen krijgen. En in ieder geval waar ik mijn stop los onder kan zetten. Dus waardoor ik weer wat kan proberen. Dit was een mooie move. Laten we nu maar een grotere move proberen te maken. Naar dit level, naar die 70 dollar zijn, bij die 0,382. Ga weer even naar een daily. Want uh, net als dat ik zei, dat dat een fundamenteel goede target is om te kopen. Is dit waarschijnlijk een veel betere target hier bij die 25 dollar zet. Voor meer te investeren. Dit zie ik meer als korte termijn. De rest, lager, zie ik meer als investeren. Wat ik ook zei van net, van die uh, resets. Hier kan ik je wel zo'n kleine reset geven. En in principe begint het al hier. Maar als je gewoon deze move ziet. Deze hele move. Die is helemaal teruggegeven. En je bent zelfs lager gegaan. Dus dit is een hype. 1300% en dan wordt helemaal compleet gereset. En je gaat nog lager. Maar je begint natuurlijk hier vanuit dit stuk. Heb je niet veel meer teruggetest, alleen tot en met hier. Maar daarom, hij springt nu weer weg. En het, ja dit is gewoon een veel belangrijker level weer daarna, waar ik wil kopen. Want daarna heb je hier zo vaak dat het support gaat. En hier het resistance gevonden. En een support weer gaat. Of hier dat resistance en hier het support gaat. Dus dit is voor mij een belangrijk level. Dus die 25 en 30 dollar. En daar begin ik echt wel voor langer termijn weer uh, in XRP te zitten. Voor nu vind ik het nog best gevaarlijk. Want als je ook gaat terugkijken naar, naar wat kan XRP doen, en dan, dan kijk ik gewoon terug naar het verleden. De, 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 natuurlijk staat het verleden niet garant voor de toekomst, maar het haalt wel verdom veel goede informatie, kun je eruit halen of ervaringen. Want zit jij bijvoorbeeld nog niet vanaf uh, zit jij bijvoorbeeld vanaf 2021 in de crypto van 2020 in de crypto. Dan kun je dit dus terugleren en bestuderen wat er wat voor prijsactie hier had. Begrijp wel dat dit nog veel uh, jonger in dit gedeelte is dan hier. Hier worden we gewoon weer wat volwassener. En merken ook heel erg op bij XRP dat je geen, hij ah ja, heb gemaakt dat die run voor 2018 en ADA bijvoorbeeld wel. Goed, dus dit level bij die 25 dollar vind, vind ik belangrijk. Als je dan gaat kijken naar hoe die vorige run was, dan was het dus één pump en een dump. Dit ging veel sneller dan in dit gedeelte. Alsnog gaat het hier ook omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Alleen niet te langzamer. Maar hier val je naar beneden, hier maak je een low, Maar hier maak je echt die bodem waardoor je deze topjes aan het aanraken bent. Daar ben je nu, in mijn ogen ben je in dat gedeelte ook. Je hebt nu die drop gemaakt, je hebt die lower low gemaakt. En dan heb je hier, waar je toen in één keer die pump had, waar ik het er vaker nu over heb, ook in het begin van de video. Bij het begin van de crypto had je veel meer die gekke pumps. En dat zie je nog wel een beetje bij de jonge coins. Maar bij de wat oudere coins gaat het toch iets langzamer en kleinere moves. Dus als ik heel even die fips hier weghaal, dan zie je ook een beetje duidelijk dat patroon. Je ziet hier een, ja, een soort lichtelijke, lichtelijke M. Maar wel een verkeerde M. Want eigenlijk wil je een M... En daar kom ik nog wel een keertje terug als ik wat uh, mijn lessen wil geven. Maar als de M hier hoger is, dan zijn het leuke M's die patronen. Maar daar kom ik wel een keertje op terug. Daar heb ik nog nooit wat over verteld, maar daar wil ik wel op terugkomen. Is ook nu niet relevant. Ook zeker niet om te haasten. Maar hier val je dus. op het... In mijn ogen ben je in dit gedeelte. Ik zal het toch even highlighten. In mijn ogen ben je op dit gedeelte. Daar ben je nu ook. We hebben nu een pump gezien. Je breekt ook. Met deze pump breek je hier die downmove. Met deze pump breek je hier die downmove. Dus in mijn ogen zijn we daar ook. Als je dan weer terugkijkt in deze tijd, test hij gewoon weer deze bodem. Het komt wel iets hoger en dan later nog gaat het nog iets lager. Dus als ik dan weer naar dit level, uh, of naar dit, deze gebeurtenissen ga kijken. Dan zie ik dus dat het de eerste keer een bodem aanraakt. Waar ik ook vaak zeg, als het een, een soort van bodem is, dan kan het wel wegspringen. Maar vaak komt het weer terug om een beetje die bodem te testen of structuur te vinden. En kopers te vinden op dat level. Dus eigenlijk kan ik dat ook terugvertalen naar het gedeelte waar we nu zitten. We hebben nu een mooie move gemaakt. Hij kan gewoon weer helemaal terug naar dit gedeelte gaan vanaf die 33 dollar cent. Dus die 39 dollar cent vind ik belangrijk, maar nog belangrijker die 33 dollar cent. En echt voor het latere plaatje vind ik weer die 25 of 24 dollar cent belangrijk. Maar voor nu om die kleine moves mee te maken, want ook hier, je maakt een move, je komt weer terug en daarna maak je alsnog een move. Je vindt hier gewoon een basis van een, ja, even kijken, september. Ruim een ruime jaar. Dus ik wil er dan wel gewoon in zitten. Want dan kan ik in ieder geval wel steeds die moves van. Want de laatste keer was het ook gewoon een super mooie move. Als je steeds hier kan kopen en hier kan verkopen, heb je steeds over moves van 76%. Dus dat is even XRP. Leuk. Uh, ja, ja, niet mijn favoriet, dat weten ook wel velen die mij volgen. Maar alsnog kan er mee verdiend worden. Als je naar XRP en sowieso naar alle andere coins gaat kijken, Kijk ook zeker naar de bitcoin kant. Want daar, daaruit kun je ook wel veel halen. Bij de Bitcoin kant ben je ook ja, die downmove gebroken, veel uh, exponentiële Want je schiet er hieruit. Dus met je bitcoins had je hier leuk kunnen verdienen. En je raakt precies die 0,68 aan. Een belangrijk level voor ook goede resistance. Als ik dan weer ga kijken naar targets, dan kijk we weer eigenlijk naar dit level voor entries. Waar ik net het ook over heb te tegenover de dollar. Kijk naar entries. Oh, ik pak een elf verkeerde. Ik wil gewoon even een lijn maken, maar dat lukt even niet. Maar als ik weer naar entries ga kijken, dan kan je best wel, wel zelfs vanuit hier denk ik wel halen. Ik, ga toch, ik, ga, ik speel er even straks mee. Maar je ziet dat die gelijk met die Fibonacci loopt. Dat is wel een andere Fibonacci. Want dit is de Fibonacci voor naar boven. En op zich haal je hier wel een mooie level rijden. Maar dit vind ik een mooie level. Want daar heb ik gewoon 1, 2, 3, Vier, vijf, zes keer dat het hier support vindt. Zevende keer, het springt er even onder. En dan vindt het weer support om die hoger move te maken. Dus het level bij die, tussen die 1500 en 1600 satoshi's vind ik belangrijk. Daar wil ik wel weer kopen. Dat, dat kan ook misschien een beetje gelijk zijn als die dollar kant een beetje erop. Een andere coin die ik wilde uh, erbij halen. Heb je hier trouwens vragen over? Heb je aanvragen? Zet het zeker in de comments. Hartstikke bedankt voor jullie aanvragen trouwens. Um, welke ik vaak erbij wil halen is... XLM en ik wil een korte video maken, dus ik probeer er iets, uh, hem iets korter te houden. XLM wil ik gewoon wel eerst het risico laten zien, want hier heb je nog een square. Die komt hier vandaan. En hier schiet je weg, kom je nooit meer terug. En natuurlijk, wat ik net met XRP had, die 39 cent, dat is deze eigenlijk een beetje. Of tenminste, dat is niet deze eigenlijk een beetje, maar. Die andere, het andere mooie level voor een lo, nog een lower low is die 5,3 dollar cent. Die 5,4 dollar cent. Hier zit ook nog een square waar je weg bent gegaan en nooit meer teruggekomen. Dus dat zijn mijn eerste targets. Deze heeft gewoon een wat mooiere risk reward plek. Want de, vaak bewegen deze wel mee met XRP, maar deze heeft nog niet echt een move gemaakt. XLM. En XLM vind ik gek genoeg wel een favoriet, terwijl deze dus iets doder, doder is. Maar hier heb ik gewoon veel leuker mee verdiend. Deze gaf in, in het begin ook veel uh, leukere winsten. En daarnaast vond ik het fundamenteel gewoon ook wel net of iets wat beter in die tijd. Maar in de begintijd stond XRP wel heel veel voor. Maar XLM die deed ook heel snel mee uh, met grote bedrijven. Hier heb je een rest reward plek. Hier zou ik mijn stap los onder. Dus dat is een stap los van uh, meer dan 10% willen hebben. Maar dan kreeg, als ik naar targets ga kijken, waar je hier al een paar keer bent geweest, dat is al 17%. Maar even het grotere plaatje heb je hier de 0,236. Uh, uh, is 48%. En dan maak je eigenlijk gewoon deze square-up goed en dus hier waar je dat uh, support vindt, de structuur vindt om eenmaal die bonen weer te breken. Ik kom even niet uit mijn woorden, excuses. Hier heb je de 0.382 bij de 20 dollar cent. Die andere was trouwens de 16.2 dollar cent. Dit is de 20 dollar cent. Heb je het al over een ruimte van 83 procent. Een andere belangrijke is natuurlijk die 0,68. Die zit op de 140 procent bij de 26 dollar cent. Ja, XRP die maakte net een move van, uh, zo moet je niet gaan rekenen, maar toch doe ik dat automatisch wel. Denk ook heel veel van jullie. Maar XRP die maakte dus een move van 76%. Als ik hier diezelfde move meepak, dan zou deze een beetje bij die 0,382 moeten komen. En dan staat ik weer gelijk naar links. Je zit hier jaren vast en je springt in één keer weg. En kijk waar, welk level je aantikt voor het eerst. Bij die 20 dollar cent vlak bij die uh, 0,382. Dan springt. Spring je er doorheen, je komt weer terug. Waar vind je weer support? Op dit level. Je pierst het wel vol, dus je ziet ook, denk altijd in zones, want er komt er vol onder. En hier komt het er ook even boven. Maar je ziet dat er hier een belangrijk level zit. En, dus dat wordt mijn uiterste target. Want ik verwacht nog steeds dat we die lower low kunnen verwachten. Als, ja, gezien de wereldomstandigheden. Ik hoop dat iedereen wat in deze video hebt, hebt gehad. En vergeet niet een account te maken bij Coimers. Help je ons mee. En ik hoop jullie dan weer in de toekomst mee te kunnen helpen. Ik wil jullie hartstikke bedanken. En, en vergeet niet een like te geven. En te abonneren. Adios. Goede zondagavond.